Hallo iedereen. Vandaag wil ik iets delen over een stukje dat ik zelf ervaren heb in relaties en eigenlijk een inzicht die ik al het ganse weekend heb mogen met me meedragen en eigenlijk nog meer en dieper nog kon ervaren. En dat inzicht is eigenlijk dat enkel en alleen jouw ware authentieke energie is in staat om de liefde aan te trekken waar je ziel zo hard naar verlangt. En zoals ik zei, ik heb ook verschillende soorten relaties mogen ervaren in mijn leven. En ook dat heeft zijn doel. Net omdat ik jullie ook zou kunnen ondersteunen en begeleiden in het verder aantrekken en het vormgeven van jullie relatie met een tweelingvlam, met een high soulmate. Om te begrijpen waar je doorheen gaat wanneer je met karmische relaties te maken hebt. Om te weten hoe dat voelt om een relatie met een soulmate te hebben. Ik was getrouwd met mijn soulmate. En tegelijkertijd ook om daar heel veel misverstanden rond uit de wereld te helpen. En ik moet zeggen, de relatie die ik deel, eigenlijk eerder connectie zou ik moeten zeggen. Maar mijn tweelingvlam is degene die mijn ziel het meeste verzacht. Is die connectie, is die verbinding waar mijn ziel eigenlijk al, voor zover ik me kan herinneren, eigenlijk al op zoek naar is. En het is eigenlijk maar pas nadat er weer nieuwe puzzelstukken in je leven in elkaar vallen, dat een aantal vragen of een aantal ervaringen die je hebt gehad in je verleden eigenlijk duidelijker worden en begrijpbaarder worden. En een van die ervaringen was het feit dat ook al was ik gehuwd, ook al was ik in een eigenlijk een goede relatie, dan nog was er iets in mij dat ervoor zorgde dat ik een bepaalde leegte voelde. En het voelde zelfs zo hard aan alsof dat ik eigenlijk niet in staat was om liefde toe te laten. Of om liefde te ervaren. Een leegte die ik mijn hele leven heb gevoeld en die eigenlijk verdwenen is. Ik ga niet zeggen onmiddellijk nadat ik mijn tweelingvlam heb ontmoet, maar toch heel kort daarna. En ik merk dat ik ook nadien, sinds het ontmoeten van mijn tweelingvlam, ook niet meer mezelf erop betrap. Dat ik overal aan het zoeken ben naar iets anders. Ik kan veel meer, en dat is niet alleen in relaties maar eigenlijk ook echt gewoon in het algemeen in mijn leven. Ik kan veel gemakkelijker genoegen nemen met de dingen die er nu al zijn. Met hoe dat de situatie nu is. Waar ik vroeger constant mezelf voelde echt zoeken, echt van het een naar het andere wou gaan, constant moest blijven uitgedacht worden, is die rust er nu veel meer. En ook al heb ik mij vroeger nooit gerealiseerd dat eigenlijk mijn ziel op dat moment aan het vertellen was dat er wel ergens daarbuiten iemand was die ook op zoek was naar mij. Dan toch was er eigenlijk een onbewust weten dat het inderdaad wel zo was. Een onbewust weten dat er iets is, iets veel diepers, iets veel krachtiger dan de emoties, dan de ervaringen, dan de connecties en de relaties dat ik tot dan toe heb gehad. En dat zorgde er niet alleen voor dat ik begon te twijfelen of dat het eigenlijk wel aan mij lag en of dat ik zelf wel in staat was om gezonde relaties aan te houden. Achteraf bekeken begreep je dat er eigenlijk zoveel meer gaande is. En net ook daarom is het zo belangrijk om te blijven luisteren naar de signalen die jouw ziel en jouw gevoel, jouw intuïtie, je buikgevoel jou eigenlijk toont en de stappen die ze jou geven. En als ik kijk naar mijn eigen tweelingvlamconnectie, dan was het in het begin natuurlijk de honeymoonperiode, laat ons zeggen. Was alles roze geur en maneschijn, nog geen harde doornen, zoals mijn tweelingvlam zegt. Maar tegelijkertijd waren de 2 jaren en een half bijna dat we elkaar kennen als zijn dit leven en deze fysieke incarnatie. Waren niet altijd evident. Het was ook moeilijk om
eigenlijk onze energieën op elkaar af te stemmen, want we hadden elk ons eigen leven gecreëerd, onze eigen overtuigingen, waar we een stukje voor in vast zaten. En het leven heeft ons uitgedacht in verschillende manieren om te kijken of we inderdaad wel het lef hadden en de moed hadden om te gaan met deze grote, diepe, transformerende liefde dat we eigenlijk ook voelen. En dat zorgde natuurlijk voor dat zowel hij als ik zelf in het begin eigenlijk dat niet wilden. We wilden niet die dingen ervaren en voelen dat we voelden. We wilden eigenlijk gewoon verder gaan met ons leven zoals dat was. Maar tegelijkertijd, hoe krachtig en hoe aangenaam en hoe leuk dat dat ook was, het zorgde voor heel veel ongemak, heel veel onrust in ons zijn, omdat het iets was dat geen van beiden in dit leven ooit al had ervaren. Nu fast forward naar nu, dan is geen van beiden nog degene dat we waren voor, of zelfs op het moment dat we elkaar leren kennen. En op dat punt hadden we zelf allebei al redelijk wat meegemaakt in ons leven en heel veel obstakels overwonnen. En dan nog zijn we door onze connectie, door de uitdaging aan te gaan en door te blijven vertrouwen, te blijven kiezen voor die liefde, die onvoorwaardelijke liefde die we voelden voor elkaar, eigenlijk ervoor gekozen om door elk obstakel heen te gaan. Hoe lastig, hoe moeilijk, hoe uitdagend het ook was. En dat betekende dat we soms elkaar moesten loslaten om eventjes alleen onze eigen weg te gaan. Maar het is in die momenten van stilte, het is in die momenten waarin dat je gewoon met jezelf moet dealen, als het ware, dat je weer ruimte creëert om te gaan groeien. En waar dat we nu op het punt staan, dat we alle twee begrijpen dat we al de obstakels, al de uitdagingen, hoe pijnlijk ook die waren, de ene al wel lastiger dan de andere, dat die er eigenlijk ook allemaal nodig geweest zijn om voor onszelf, om verder te groeien, om in onze zielsgroei te gaan stappen, om in onze missie, om in staat te zijn om inderdaad andere tweelingen te gaan begeleiden of andere mensen te begeleiden die een relatie volgens de hogere energie willen gaan neerzetten. En dat betekent natuurlijk om elk idee, elke overtuiging dat we meegenomen hebben uit de maatschappij, gewoon overgenomen hebben als waarheid, om die gaan aan te kijken. Maar het belangrijkste dat we beide geleerd hebben, is dat we eigenlijk door de liefde die we aan elkaar gegeven hebben, dat we allebei de kans gekregen hebben om meer en meer gewoon onszelf te worden. Want net het neerzetten en het tonen van onze authentieke energie zorgde ervoor dat we eigenlijk nog magnetischer en nog meer aangetrokken werden naar elkaar. Waar dat ik in vorige relaties de neiging had om mezelf aan te gaan passen. Omdat ik voelde dat dat hetgeen was dat die persoon of die partner nodig had. Niet omdat die partner mij dat gevraagd had, maar gewoon vanuit wie dat ik ben, vanuit mijn gevoeligheid, vanuit de zaken die ik aanvoelde. En vooral ook vanuit het verlangen van mijn ziel om die diepe connectie op elk level. Dus niet alleen energetisch, zeker niet alleen fysiek, maar ook mentaal en emotioneel. Om dat tot stand te brengen. Maar het probleem is, als je iemand anders voordoet dan dat je eigenlijk werkelijk bent, dan degene die je op dat moment aantrekt, kan niet jouw perfecte partner zijn. Of jouw ideale partner, moet ik eigenlijk liever zeggen, want perfect bestaat niet. Maar ideaal voor jou, omdat hij resoneert op eigenlijk een frequentie en energie dat jij niet volledig bent. Dus net daarom zeg ik van, alleen je authentieke energie, wie dat je echt zuur, zuiver, puur in de kern bent, die zal de liefde aantrekken, de liefde van je leven, your soulmate, je twin flame, of wat dat het ook is, waar jij, jouw ziel, mee akkoord gegaan is voordat je naar de aarde kwam. En ik weet, liefde kan heel beangstigend zijn. Het duwt jou naar de rand van de afgrond. Maar tegelijkertijd is liefde zo mooi en het helpt om doorheen eigenlijk alle mysteries van het leven te gaan. En het is gewoon leuk om iemand naast jou te hebben. Niet omdat je die nodig hebt om gelukkig te zijn, zeker niet. Want dan zit je weer in het stuk rond afhankelijkheid en heb je nog innerlijke werk te doen. Maar leven delen samen met iemand die dezelfde waarden heeft, die op dezelfde manier liefde uit, die op dezelfde manier communiceert, dat maakt het nog zoveel magischer en vervullend om gewoon elke dag jezelf te zijn. En het is net dat we allemaal samen naartoe groeien zijn. Net daarom
worden we uitgedaagd om allemaal wakker te worden, om aan onszelf te denken. Niet te, ja, ook aan onszelf te denken, zeker en vast, maar aan onszelf te werken. Dus ik ben jou nu niet aan het vertellen om nu naar buiten te gaan en alle sociale media af te schuiven om jouw tweelingvlam te vinden. Nee, want eerst en vooral niet iedereen is een tweelingvlam en heeft een tweelingvlam. Wel een tweelingziel, dat is iets anders. Dus daarvoor, als je dat nog niet weet, zoek die andere video die daarover gaat. Maar als jij de liefde van je leven wil aantrekken, als jij de liefde wil aantrekken waar je ziel zo hard naar verlangt, dan is het belangrijk dat je de moed hebt om je van jezelf te gaan houden. Om echt werkelijk je authentieke, dus je ware zelf te gaan worden. En dat ook elke dag in de wereld te gaan zetten. In alles wat je doet. En dat je dan daar ook in vertrouwt en dat die zelfzekerheid hebt. Dat hoe meer dat jij jezelf bent, hoe meer dat je de mensen gaat aantrekken die echt bij jou passen. Echt je tribe, echt jouw zielsfamilie. En als er mensen zijn dat je raar doet, zie dat dan enkel alleen als bevestiging dat het inderdaad dat je op de goede weg bent en dat je inderdaad het pad loopt van jouw ziel. Want jouw pad is niet het pad van een ander. En als jij mensen hebben die jou niet begrepen en die niet met jou resoneren, dan is dat oké. Dan zijn zij mensen, zijn zij niet van jouw tribe, zijn zij niet van jouw groep. Dus laat dat dan ook weer voorbij gaan. En je zal zien hoe meer dat jij liefde omarmt en belichaamt, in die zin dat je zelf meer en meer voor jezelf gaat gaan kiezen, dan gaat het universum automatisch ook de liefde van je leven op je pad zetten. Dus zorg gewoon dat je er bent op het moment dat liefde aan je deur klopt. En dan ga je zien en ga je begrijpen op een veel dieper level waar ik het nu over heb. Ik wens je alvast het allerbeste toe. En ik hoop en ik wens en ik weet dat elke ziel deze liefde, zoals dat ik ze nu mag ervaren, dat iedereen ze op deze manier ook mag en zal gaan ervaren.